Vanavond ben ik met Mark Bijl. Eigenlijk de kunstenaar die momenteel een van de meest verbonden internationale kunstenaars is. Hij zit in de belangrijke traditie en daar gaan we het vanavond over hebben. Mark Bijl. Mark, fijn dat je er bent. Ja. We zien elkaar vanavond weer terug nadat we elkaar eigenlijk langere tijd even niet gezien hadden. Sporadisch even. De eerste keer dat ik je tegenkwam, weet ik nog heel goed. Kunstfly. De Kunstfly op het terrein van het energiebedrijf in Amsterdam. Westergasfabriek. Westergasfabriek, waar Pacific zit, tegenover mijn oude woonhuis op de Haarlemmerweg. En daar had je een fantastische show. Waar ik erg van onder de indruk was. Het waren allemaal eigenlijk van die discountprijsjes. Schilderijtjes, kleine schilderijtjes. Vaak met de prijsmerkjes. Dus 0,95 cent en dat soort schilderijtjes waren. Daar was ik erg fan van. Dat vond ik heel erg goed. En daar heb ik eigenlijk een werk van je gekocht. Wat ik tot de dag van vandaag in het museum in Den Helder heb hangen. Een superwerk. Dat was de eerste keer. Dat was voor jou was dat rondje eiten samen, denk ik. Op de Rietveld. Ja, of er net na. Ik heb Den Bosch gedaan, niet Rietveld, maar de Kunstacademie Den Bosch. Ja. En ik dacht, we beginnen, een beetje Wim de Schipper zag, we beginnen met een grote uitverkoop meteen al. Ja, dus al het werk. Voordat je begonnen bent. Ja, een grote sale was het. Alle werkjes in die sale, booth, zo'n uitverkoop, eigenlijk meteen alles weg. En ook voor de prijs dat dan op het stikkertje. Het was te betalen, dan kon ik het ook aanschaffen. Ja, weet aanbieding, €100. Ja, zoiets was het. Het waren kleine prijzen. Net zo klein als de prijzen die je bijna vermeldde. Dus. Ja. Hey, dat was met Jos Haveling, denk ik. Ja, Jos Haveling, ja. Ja, ik was één dag op de Sandberg Instituut. Nee, hij had me aangenomen op het Sandberg Instituut. En Sinter, niet Rietveld, maar Sandberg, zei ja, je? Ja, Sandberg. Na Den Bosch eigenlijk. Na Den Bosch aangenomen op Sandberg. Dat was een soort postacademische opleiding. Ja. Postacademisch, dus wat nu masters zou heten. Ik weet niet of ze een master degree hebben, maar ik geloof het wel. En heel grote invloed, Jos Haveling. Want hij zoiets iets. Je moet eigenlijk naar buiten, hè? Je moet eigenlijk de wereld in, je moet het tentoonstellen. Dat was zijn principe. Vond ik een goede insteek. Maar ik nam het heel letterlijk. Ik denk, ja, wat doe ik dan nog hier? Dus na een week was ik alweer weg. Je bent gewoon vertrokken, je bent opgestaan. Je hebt de opleiding na een week bij. Ja, na een week was ik klaar. Nou, dat is goed, dat is de snelste student ooit op het Sandberg Instituut, denk ik. Ja, kortst. En later zei hij, na een paar jaar kwam ik hem weer tegen. Ik was een ideale student. Dus ik ben ingeschreven gebleven. En twee jaar lang ingeschreven gestaan. Twee jaar duurde het gewoon. Ja, ik heb nog een brief geschreven toen hij met pensioen ging. Hebben ze een boek gemaakt over zijn lievelingsstudenten. Daar was ik er één van. Leuk. Ik was er maar een week. Goed. Dus hij heeft me altijd gevolgd. Omdat hij vond dat ook... de energie of de manier waarop ik dingen aanpakte voor mezelf dan. Hè? Of hoe ik over kunst dacht en hoe ik dacht mezelf verder te ontwikkelen. Dat moet gebeuren in de echte wereld. En je moet ergens beginnen bij die kunstenaarsinitiatieven en al die dingen gewoon doen. En ik was wel zo arrogant om te zeggen, ik heb zo'n opleiding niet nodig. Ik zou daar nu misschien andere tips voor hebben voor jonge kunstenaars. Maar toen de tijd had ik zoiets van, hey, dan ga ik het ook zelf doen. En hoe ging dat, Mark, in de grote wereld na het vertrek, na een week van het Sandberg Instituut? Ik denk ook echt, als je dat verbeeldt, als je dat in je hebt, wat ik toen echt geloofde. Ik ga de wijde wereld in, ik ga wat subsidies aanvragen, ik ga overal te exposeren. Ik ga naar New York, ik ga met mijn vriendin naar Milaan en we gaan exposeren tot we er maar neervallen. Dat gewoon gaat werken. Als je gewoon ergens binnenkomt van wij zijn hier de nieuwe helden. Ja. Wat ik toen met mijn toenmalige vrouw had, nou, dan gaat het ook zo gebeuren. Ja, dus wat je spreekt, zo wordt de wereld eigenlijk. Ja, om je heen ging dat ook allemaal goed. En ook het werk veranderde steeds. Ik ben ook een beetje, een chameleon in die zin. Van, nou, het werk paste zich een beetje aan de tijdsgeest. En ook aan mijn eigen toestand. En zo
ja, ik vond echt belangrijk dat de kunst heel dicht bij me bleef. En tegelijkertijd ook nog iets zei over de maatschappij en de wereld. Maar ondertussen ging het ook vooral over mezelf. En dat, daar voel ik me heel lang bij. Tot de dag van vandaag. Dat is altijd hetzelfde gebleven. Ja. De manier van werken is hetzelfde gebleven. Beschrijf die eens, die manier van werken. De manier van werken gaat zo van... dat probeer ik steeds... De manier van werken gaat zo dat... Ik weet heel goed wat ik niet wil. Dus ik ga niet in een atelier zitten te wachten op inspiratie. Ik ben met het dagelijks leven bezig. De dingen die gefilterd worden of dingen die tot me komen, ga ik niet opschrijven in een black book of zo. Ik laat alles gewoon langs me heen gaan. Laat alles gebeuren. Alles laat je gebeuren en dan ben ik in mijn atelier bezig. En wat heerst er? Wat heerst er in de wereld? Wat ik kan verbinden met wat er in mij zelf aan de hand is. En daar een combinatie van die twee dingen. Dus als ik het even in de wereld niet zag zitten en met mezelf ook niet, dan werd het werk donker en duister en ook best wel recalcitrant. En ja, 2001 met die bomaanslag of met de World Trade Center ding, vond ik, daar was ik van onder de indruk. Ja. Toen ging ik even naar Kassel, even naar de documenten kijken, in 2002, een jaartje later. En daar ging daar bijvoorbeeld niks over opkomend terrorisme. Er ging niks over. Je bedoelt, de kunst was helemaal niet verbonden met de wereld? Met de wereld. Eigenlijk dus waar jij je interesseerde, vond jij niet terug? Vond ik niet terug. Op de documenten? Bijvoorbeeld. En dan ging daar wat een actie doen op straat die daar wel naar refereerde en maakte daar foto's van. Je hebt een hele baanbrekende actie gedaan op de, zeg maar, de pilaren van het Friedrichianum. Ja, ja. Daar heb je een tekst geschreven. Daar stond dan tijdens de opening van de documenten, stond daar plotseling het woord terror. Ja. Op die pilaren gespoten. En dat was natuurlijk een illegale actie. Maar zo voelde ik me op dat moment. En ik heb dat de avond ervoor gedaan met een paar vrienden. En dat is bijvoorbeeld een heel exemplaar van hoe ik toen werkte. Meteen iets doen. En of het nou kunst is of niet, dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Dus die dingen deed ik dan. Dat zijn gewoon ingrepen. Dat zijn ingrepen in openbare ruimte. Ja. Wat doe je dan als je terug bent en je zit weer in je atelier? Ga je dan een volgende? Ja, hoe heb je dat? Je had die tekst gezet. Ja, die tekst gezet. Had dat consequenties? Werd je gevolgd door? Ja, dat wel het werd schoongemaakt natuurlijk. Het was ook, het werd wel ook gepubliceerd. Ik heb het ook gewoon open en bloot als kunstwerk gepresenteerd. Dat geclaimd ook. Ja, ik heb het ook gewoon geclaimd als ding. Dit is Mark Bijl. Ja, gedaan. Ja, een aantal jaar later had ik daar ook echt een expositie in het Friedrichianum. Dat was Kunstverein daar, hè? Die zat er toen gevestigd. Ja, en de curator was Rijn Wolfs. Rijn is daar geweest. Ja, en die had zoiets van, dan kun je hier niet exposeren. Dan had ik daar gewoon in het Friedrichianum in Kassel geëxposeerd. Met diezelfde pilaren voor de deur. Met een andere tekst dan. Een andere tekst erop, Modern Crisis. Twee woorden gebruikt. Ja. De crisis waar we in zitten. 2009 was net die bankencrisis al in gang. Dus die housemeister die zegt daar, nou, dit hadden we ook een paar jaar geleden. Toen stond er terror. Hij zei, nou, zegt die housemeister, een simpele man, die zegt, nou, daar heb ik nachten wakker van gelegen. En ik stond op die stijger met hem. Nou, het is natuurlijk ook behoorlijk bedreigend. Het is een terreur wat je daar neerzet. Ja. Het is natuurlijk anders nog dan Modern Crisis. Ja, ja. Ik zei, nou, dat was ik ook, joh. Wat? Zei je dat? Ja, want hij heeft dat lekker van toen dat jij het was. Ja, dat was daar niet helemaal aangekomen. Die housemeister, de conciërge daar, die vond het maar niks. Maar goed, daar ging toen het werk over. En ondertussen, dan 9 jaar later, had ik ook aan werken die niet alleen maar ingrepen in openbare ruimte zijn, maar dat je ook ingrepen in de kunstgeschiedenis kunt doen. Ja. Er zijn ook referenties aan, niet alleen referenties aan de maatschappij, er zijn voor mij altijd referentiepunten geweest. Ik vind dat belangrijk. Welke noem daar eens een rijtje van? Dus als je zou zeggen, wat zijn voor jou uit de kunstgeschiedenis bepalende punten waar je ook wil oriënteren, waar je werken over gemaakt? Ik ken bijvoorbeeld de Mondriaans, ken ik. Ja, nou, vooral Mondriaan en niet zozeer van hoe het uiteindelijk dan... Het is een mooi voorbeeld. Ik vind Mondriaan, ik ben inderdaad een Mondriaan fan. Ja, dat spreekt uit je werk, ik zie dat terug. En dat minimalisme, maar ook om het proberen waar ik van die moderne kunstenaars gezien en geleerd, of wat ik bijzonder vond, is grote thema's proberen te vereenvoudigen tot het minimalisme toe. Dus die kunstenaars die dat
Nou, daar was Mondriaan een goed voorbeeld van. Daar kun je dan zo'n beetje traceren. Nog meer minder ja. werd. En dan tot het moment dat je minimalistische stroming. En de reden daarvan is dat op de kunstacademie, toen ik daar kwam, gaan we weer even terug, maar op de kunstacademie vond ik die kunst het meest onbegrijpelijk. Dat was echt het verst van je vandaag. Verst van mijn bedshow. Dus dat moest ik echt, dat wilde ik echt leren begrijpen. Dus Mondriaan was er een goede hulpmiddel van. En later had ik dat ook met Barnett Newman en Malevich nog maar Barnett Newman, maar ook hoe heet die man nou? Met die zo'n monolieten. Met stenen. Met monolieten? Ja, rugriemachtige dingen. Ja, rugriemachtige dingen. Nee, ben zijn naam was kwijt, kom ik wel op. Een Amerikaan, ook pas is overleden, Ellsworth Kelly. Robert Indiana had je. Love gemaakt. Heb ik als porn gedaan. Dus die referenties gingen meer naar grote moderne meesters die tegelijkertijd de tijdsgeest probeerden aan te duiden. En de tijdsgeest van bijvoorbeeld het werk van Robert Indiana, Love. Ja. Dat ging heel erg over de jaren 60 ja. en ook een beetje de babyboom generatie. Heb jij porn van gemaakt? Porn, ja. Dat was effectieve ingrijp. Ja, want ik dacht, het is niet alleen maar een grappig bedoeld. Het is ook van, oké, het gaat dus. Love ging over de tijd van love and happiness. En nu, vandaag de dag, komt alles vrij obscene binnen, vrij direct binnen. Dus onze label, want zo was dat love ook gedacht als label voor de tijd van de begin jaren 70. Liefde en vrijheid. Het was ook in kleur. Het was in kleur. Maar een zwart, echt zwart porno-stukje. Het is gewoon indiscreet komt het gewoon in je face. Dat is nu de label van onze tijd. Het is niet meer daarvan met bloemetjes en bijtjes. Nee, het is nu, je krijgt gewoon in je snuffert gedouwd. Ja. Niet alleen erotisch, niet alleen seks, maar ook het nieuws. Het nieuws, alles komt direct binnen op je tablet of op je iPhone. Alles komt direct binnen. Ja. Er zijn geen filters meer. Dus we moeten we als mens misschien die filters zelf gaan inbouwen. We worden niet meer beschermd door. Het is niet dat je s'avonds op het 8 uur journaal pas hoort dat de zanger van Nirvana dood is. Maar dat zou je nu. Direct van je Twitter krijgen. Dat krijg je meteen binnen. Ja. Dus ik vind die veranderende tijd vind ik van invloed. De invloed. Het zijn eigenlijk drie dingen. De veranderende tijd waarin we leven. De kunstgeschiedenis die er gewoon is. Waar je aan refereert. En je persoonlijke zelf. Waar je op dat moment in zit. En die drie elementen. Die combineer ik altijd in mijn werk. En dan kan het sculpturen zijn. Met teer overgoten Lara Croft. Het kan terror zijn. Op de pilaren. Op de pilaren. Maar het kan ook terror zijn in de vorm van gekleurde ballonnetjes. Ja, gezien een soort opblaasterror. Opblaasletters. Ja, en dit was, die heette The Party is Over. En ik dacht, dat vind ik nog steeds een werk wat ertoe doet. Weet je. Het gaat erom dat het werken op die momenten ertoe doen, bijna als een illustratie. Je hebt op een gegeven moment ook dat je een werk van Bastiaan Ader min of meer parafraseert. Ja. En ze zegt, I'm too sad to kill you. Ja. Zijn werk was I'm too sad to tell you. Een liefdesverdriet. Ik ben best een softie. Ik heb ook liefdesverdriet. Ik ben ook soft. Ja. Maar de wereld omheen is niet soft. Dus de werken die we nu maken moeten voor mijn gevoel aangepast worden op deze tijd. En I'm too sad to kill you klinkt al iets anders, weet je wel. Ben je ook een beetje van het padje af. Ben je ook emotioneel. Ja, kan je zeggen. En zo emotioneel dat je niet eens zin hebt om andere mensen. Nou, ik vond dat wel. Ik ben geen Bastiaan Ader, ik ben Mark Buijl. Dus ik heb die aangepast als statement. Ik maak die werken heel vaak gewoon voor mezelf. Ik maak mijn kunst alleen maar. Dat je het op eerst in je atelier op de muur zet. Ja, dat ik het en dan gaat het erin werken op je leven en dan gebeuren er dingen. En dan later eventueel heb je het als repertoire wat je kan uitvoeren. En dat ik het zelf gaaf vind. Hè? Want ik dacht echt aan het begin van mijn kunstcarrière. Ik wist nooit van, wie weet is dit het. Hè? En dan heb ik één klein mini-boekje gemaakt. En als ik ooit ik zat er altijd vooruit te kijken. Als ik ooit een overview. Maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe zien die werken dan uit? Dan heb ik geen zin in een serie. Lamlendige schilderijtjes. Ik wil al die statements die ik op dat moment maak, die wil ik dan terugzien. Dat ik het idee heb van, ik vind mijn eigen werk het beste. Hè? Ja. Ik wil dan door mijn boek kunnen bladeren. En dan mijn eigen werk. Dat is wat je in het Groningen Museum hebt kunnen doen, drie jaar geleden. Juist. En toen viel me toch op. Dat is een beetje raar. Ja, dat is ben ik dan? Uit moeten staan. Dat zal ik eens even doen. Dat is storende factor in het gesprek. Ik ga hem niet beantwoorden. Ik ga zo maar waar zit de knop? Ja.
Juist, hij is uit. En moet ik even opnieuw beginnen? Nou, ga gewoon lekker door. En in ieder geval, wat me toen wel opviel, is dat als je rijstatements op elkaar na elkaar ziet, oké, dan is dat de oeuvre. Het was mijn oeuvre op dat moment. Dus, maar het was een weergave van wat je tot dan gemaakt hebt. Ja, en een selectie. En toen dacht ik, hey, dat is interessant. Een selectie waar ik geen invloed op heb. Hè. Dat wordt door de curator en wat er mogelijk is. Een hoop werken van mij zijn. En dat vind ik wel weer kinky. Werken van mij zijn in het buitenland. Ja, het is allemaal veel te kostbaar om... Ja, dat heb ik altijd heel erg bewonderd in jouw werk. Dat jij in staat was, zeg maar, bij wijze van spreken mee te doen aan een beurs in Toronto. Ja. Dan daar je materiaal te bestellen bij plaatselijke leverancier. En daar te plekken met behulp van het materiaal werken te bouwen. Ja. En dat is natuurlijk een waanzinnige methode. Want daardoor omzeil je alle transportkosten. Ja. Die normaal gesproken best een bijdrage te maken hebben. Heb je dat ook in het Groningen Museum opnieuw kunnen doen? Gedeeltelijk, want maar... daar had je natuurlijk toch werken ook verkocht en zijn bij verzamelaars terechtgekomen. Ja. Kan je die werken dan opnieuw uitvoeren met zeg maar... Ja. Heb je daar de rechten ook? Ja, bepaalde werken konden gewoon opnieuw uitvoeren. Ja. En dat ging goed. Maar ze zijn ook zelfs bij zo'n museum beperkt. Ze kunnen niet uit Italië of São Paulo of weet ik veel waar vandaan, Zuid-Amerika werken die... Die ik belangrijk vond om dat was te kostbaar. Dat kan niet. Ja. Om daarheen te vervoeren. Transportkosten. Ja, dat was budget. Het kan maar één keer opgemaakt worden. En ik heb daar nog een hele grote poren uit edelstaal. Uit stainless steel, uit edelstaal gemaakt. Ook die staat nog steeds in het Groningen Museum. En die werd dan getoond met de Serrano pictures, met de pispaintings, pisfoto's van Serrano. En die poren samen, met die combinatie. Ja. Oh, dat is heel interessant. Ja, niet bij mij tentoonstelling, maar die hadden ze in een andere tentoonstelling. Piss Christ, dat speelde. Ja. Dus ik zeg, nou, dat is goed, want dat vond ik ook destijds... Nou, dat is ook iemand die echt natuurlijk enorme maatschappelijke discussie heeft veroorzaakt met zijn foto's. Ja. De National Endowment of Art heeft een heleboel fondsen teruggetrokken van musea die zijn werk op dat moment tonen. Ja, en dan wou ik jou nou vragen. Everything you always wanted to know about sex. Ja, zoiets. Maar is dat een tijdelijk... Dat wilde ik jou nou vragen. Is dat nou een tijdelijk... Hoe zie jij dat in? Want daar was toen heel wat, hè, die scenario met die foto's. Ja. En dan is het even weg. Kortom, vaak worden die dingen gewoon eventjes als een running gag ingezet. En dan wordt het gebruikt. Het is volgens mij gebruikt om bepaalde fondsen te dwingen... De strategie te veranderen en bepaalde kunst uit te sluiten, denk ik, van financiering. Ja. En jij hebt natuurlijk, je ook bij uitstek een criticaster getoond van de subsidies door de jaren heen. Je hebt zelfs, ik weet niet of je de behoefte hebt om die te laten zien, maar ik heb het nog nooit gezien. Ik heb je nog nooit gezien. Nou, je hebt een tattoo op je buik. Ja. Maar moet ik even wat bij vertellen? Nou, even bij staan, misschien even in de kamer. Ja, je kunt hem ook niet meer lezen. Wat staat er nou? Nou, deze buik is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten. Daar moest nog op vormgeving en bouwkunst, maar dat paste niet meer. Dat kwam niet onder. En ze hebben ondertussen de naam veranderd. Hè? Ja, ook dat nog. Daar zit je wel mee. Dus daar zit ik mee. Maar het was natuurlijk, dit is ook een commentaar natuurlijk. Het mes snijdt aan twee kanten. Want ik zat toen, dat was ook begin 2000, 2001 in Berlijn ook op een subsidie van het fonds. En ik vind, niet alleen kritisch, maar het was ook dankbaar. Ja, het is dankbaar. Die buik is mede, maar het is echt dankbaar. Het pleit je het ook zo voor. Zo vond ik het ook. Zo ervaar ik het nog steeds. Ik vind, dat systeem is er nu eenmaal. Als je in Amerika bent, is het een heel ander systeem. Een heel ander systeem in de zin van hoe kunstenaars kunstenaar worden überhaupt. Ja. Maar hoe mensen opgepikt worden en hoe anders mensen denken. Vergelijk die twee. Als je het zou die Europese situatie en de Amerikaanse situatie. Nou, daar kan ik heel leuk. Ja, graag. In Amerika hebben kunstenaars affaires met hun galerie. Ja. En in Europa ben je ermee getrouwd. Right, dan kom je nooit meer... Dus dan kom je niet over scheiden met gedoe. Maar daar is het van, nou, we werken eens een keer samen. Je gaat door naar de volgende. Ja, als het niet werkt, van beide kanten... Promiscure houden. Ja, dus je begint bij een kleine galerie. En dat is bijna onderdeel van de... je hebt een kunstacademie, een klein galerietje, een non-for-profit organisatie. Maar daardoor is groei ook veel meer mogelijk in Amerika. En dan groei je in de markt. Ja, precies. Je groeit in de markt, want een klein galerietje, en die vinden het super logisch. En die promoten dat ook als je daarna je koffers pakt en naar de volgende. Ja. Dat is voor die kleine galerie leuk. Ze vinden het allemaal... Heel normaal als mensen doorstromen naar andere galeries. In Europa is dat niet zo not done, weet je wel. Als je dan maar in een galerie zit, is toch de bedoeling dat je dan een paar jaar... Levenslang. Of eigenlijk levenslang. En je begeleiden en je brengen en weet ik veel. Ook dat hele idee van als je ergens anders gaat... dat je dan een percentage van 10% of 20% moet betalen aan je moedergalerie. Dat begrip al, moedergalerie. Ja, nou,
Dus in die zin had ik inderdaad... maar we zitten ook met een Nederlandse systeem. Dus aan de ene kant, toen ik in New York... Ik heb een jaartje in New York gezeten. Toen liep dat ook inderdaad zo. En dat ging ook hartstikke goed. Hè, want we zaten met z'n tweeën. Nou, Want je toenmalige vrouw was Iris van Dongen. Iris van Dongen. En die had exposities en ik had exposities. Ik denk, nou, we kunnen net zo goed hier blijven. Joh. Ja. Het gat loopt als een tierenlier hier warme. En daar kwam wat die houding aan. Die gooi je daar... wij zijn dan de jonge puppies, die gooien ze dan in het water en kijken ze of je kunt zwemmen. En blijf je niet blij, red je, dan is het oké. Okay. Dan is het oké. Okay. En dan verdien je ondersteuning en dan brengen ze je, maar anders dan laten ze je gewoon. En dan denken ze, hey, dit is hot commodity. Deze. En nou, wat ik net aan het begin al zei, van, wij voelden ons ook zo de nieuwe sterren. En wij dachten van, nou, dat gaat goed zo. Ja. En inderdaad, ook allemaal exposities waren eigenlijk niet teruggemoeten. Dan hadden we daar, want dat is wel mijn New York, out of mind, out of sight, uit het oog, uit het hart, hè. Dus nou, in ieder geval, dat ging allemaal goed en wij konden ook zwemmen. Welk jaar was dat, die periode? 2004, 5, 6, zo. Toen die periode, 1, 2 jaar hebben jullie toen gezeten. Ja, en het liep allemaal goed. Op het moment dat je weg bent, dan komen de volgende lading kunstenaars die het daar gaan proberen. Ja. Dus ik denk als we daar aan de bal waren gebleven, waar we langer daar hadden gebleven. Wat je ook bij sommige Nederlandse kunstenaars die er wel wat langer zijn gebleven. Die fotografen, een paar mensen daar tegengekomen. Die modefotografin. Van Lamsveren. Ines van Lamsveren bedoel jij. Ja, die is natuurlijk heel erg doorgebroken. Ja, maar die is ook al gebleven. Ja, weet je? Die is niet van, is nou, je komt over een halfjaartje weer buurt. Nee, zo werkt het daar niet. Dus er zijn veel meer dingen. Dus om terug te komen op die subsidies. Ja, als je in Nederland en als je verbonden bent met Nederland, moet je dat ook even goed inschatten. Het is er. Het heeft voor- en nadelen. En ik zie het alleen maar als voordeel. Maar het nadeel is dat je soms gewoon heel veel tijd meebrengt en minder ambitie ontwikkelt. Omdat gewoon je denkt van, gepamperd wordt. Gepamperd en daardoor ook minder zelf hoeft te organiseren. Ja, zeg maar. En dan doe even een jaartje rustig aan. Nou ja. En toen kwam je terug in Rotterdam. Ja. Want er is wel sprake van een soort Rotterdamse, een beetje een soort Rotterdamse connectie. Ja. In jouw werk ook, met een aantal kunstenaars ook, denk ik. Ja, we hadden ook zo'n kunstenaar. Ik ben heel romantisch van geest. Ja. Hè? Dus ik vond het heel leuk als je dan een atelier hebt. Ja, iedereen zat maar op zijn atelier. Wat ik al zei, ik zit daar, ik kan dat niet. Dat je dan koffie kan zetten, weet je wat. We bouwen wel een bar erin. Een sociale ruimte. Een sociale ruimte, maar meteen een bar. Had ik ook een beetje van... Die bar werd het kunstwerk. Het bar werd het kunstwerk. Had ik ook een beetje uit de jaren 80 van... Bar, hoe heet de bar? Bar in het Stedelijk. Maar die bar is hier. Kienholz bar. Nee, niet? Maar ook van jullie. Hadden ze Paleis of zo. Nee, hadden ze in Amsterdam ook niet zo'n kunstwerk. Simon Likely Lounge van het kunstenaars-trio. Hans Mantje, Ido Funderink en Roland Hoofd. Had ik op een gegeven moment een bar hebben geopend. Ja, nou, daar heb ik wat over gelezen. En Hester Oelemans in Arnhem had een... Oh nee, die had tijdens de kunstvlaarder... Vergeet ook nog nooit meer. Hester Oelemans kwam met een Amerikaanse bak aanrijden. En dat heette Bar Slecht. Bar Slecht? Ja, en deed dan de klep open. Dan kon je daar biertjes. Het was een soort mobiele bar. Ja, vond ik geniaal. Had ze gemaakt. Ja. Zij is ook naar Berlijn toe gegaan, Hoe lang zijn jullie toen terug geweest in Rotterdam? Nou, zijn we terug geweest, hebben we die bar gedaan met Jeroen Jongeleen. En dat was hartstikke hit. Dat ging allemaal hartstikke leuk. En toen zijn we in 2006 weer, of 2007, weer terug naar Berlijn. Ook vanwege kind. En daar op school. Want jullie hadden ondertussen een kind gekregen, Iris en jij. Ja, die is nu 14, maar die was toen 4, 5. En we moesten ergens een keuze maken om te blijven. Ja. Dat bedoel ik met privékeuze. Dus die keuzes vinden niet alleen plaats artistiek. Nee, hè? Welk werk ga je maar? Ga je nog schilderen? Ga je beeldhouden? Wordt het alleen maar van die ingrepen wat jij zegt? Ik ga dan naar een beurs in Ik vond het zo bijzonder. Weet je, dat op die idee. Dat was echt zo'n openbaring voor. Ja. Dus je hoeft je werk niet zelf te transporteren. Nee. Je zorgt ervan dat daar de plekken dingen geregeld waren. Het gaat om die ideeën uiteindelijk. Ja, natuurlijk. Dat vond ik heel herkenbaar. En laatst, ook in dan moest ik op twee plekken tegelijk. En ik vind dat nog steeds. Dat je op meerdere plekken tegelijk zou kunnen zijn. Dus ik moest naar Athene. Maar tegelijkertijd heet ze Hamburger Bahnhof. Hamburger Bahnhof is 100 keer belangrijker dan in Athene in zo'n non-place te zijn. Maar ja, dat was nog helemaal afgesproken. Dus een Hamburger Bahnhof liet ik dan maken ter plaatse. Ik weet wel, een beginnetje gemaakt. Ja, ik had zelf een beginnetje gemaakt. Toen moest ik het vliegtuig pakken. Ik zei, man, ik doe het af. Prima werk geworden. Ja. En dat kan allemaal. Je kan het gewoon anderen laten uitvoeren. Bepaalde stukken of als je... Ja, het gaat uiteindelijk om het idee. Doe je dat dan met vaste medewerkers of huur je daar mensen voor in? Hoe doe je dat? Ja, ik had heel lang vaste medewerkers. Nu word ik daar ook heel flexibel in. Ja. En dat is wel triest hoor, vind ik. Daar heb ik wel eens vaker over verteld. Er zijn ook mensen die een hele atelier met 6 assistenten en zo. Dat heb ik nooit gehad. Als een soort bedrijf. Ja, dat staat me enorm tegen.
Maar ik heb het wel gehaat omdat het gewoon heel druk was. Dus ik moest wel. En nou, ik was blij dat ik er vanaf was. Ik doe toch liever op zich. Was dat in Rotterdam al? Nee, dat was in Berlijn. Is dat waar ik geweest ben toen? In die garageachtige situatie? Ja. Dan zit je daar nog steeds? Nee, daar zit ik niet meer. Maar ik heb nu wel veel leuker. Ook interessant. Ik heb nu een bedrijfsruimtetje. Ja. Waar ik maak nu werk hoeveel met poedercoaten. En dat poedercoaten gebeurt bij een bedrijfje. Dat is een proces dat je onder verhitting die platen, metalen platen, poedercoat en dan verhit. Ja, en dan wordt het poeder brandt dan in en dan is het klaar. Alleen die poeder is normaal gesproken één kleurtje op brievenbussen of weet ik veel wat, of BMW-onderdelen. Dus die gasten staan de hele dag één kleurtje. Dan kom ik met aluminium platen en dan gaan we daar een kunstwerk maken. Dan wordt eerst wit gespoten, dan gaan ze door de bak over. Dan kom ik met een paar kleurtjes, gaan ze weer door de bak over. Dus, ja, kies ter plaatse in de fabriek? Ja. Hoe je wil componeren. Ja, dus hun zitten van, dit gaat allemaal, dat wordt één plaat, wordt dan wel duur om te maken. Ja, natuurlijk, als je helemaal aan het poederen bent dan. En dus ik vind het maar heel vreemd, maar wel leuk. Want vaak zijn die kleuren en die foto, die kleuren in schilderij gebaseerd op ontzettend vage beelden. Dus het is niet meer zo plakatief en zo emblemistisch als mijn oude werk. Ook, dat vond ik ook in de laatste tentoonstelling die ik zag. Ten eerste, eventjes, er is heel veel kleur in je werk gekomen. Oh. Het is heel fleurig en het is echt heel mooi van Ja, maar dat is hele zachte toon. Ja, zachte toon, maar dat doe ik om de mensen te irriteren. Want dat deed ik vroeger ook al van, ik heb al... Maar eerst was het veel meer zwart en wit. En het was eigenlijk zwart-wit. Ja. Maar een heel deel van je werk. Terwijl het nu is de eerste echt kleureffect die ik zie. Ja. Ja, ik had ook wel kleuriger werk hoor. En altijd als kleur gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij die opblaasletters met terro, waar ook rood, geel, blauw, waar ook gewoon kleuren. Okay. Dus een beetje van. Hè, de kleur is ook cynisch bedoeld eigenlijk. Hè? Want eigenlijk gaan we nu, als ik de media mag geloven, naar hele duistere tijden. Nou, die voorwaarschuwing heb ik al gehad. Ik heb het al 10 jaar hel en verdoemenis gepredikt. Ja. En nu is het zover. Ik heb er nu geen zin meer in. Nu denk ik van, ik ga ook lekker met mijn kop in het zand zitten en wegdromen bij die blurry beelden. Zo voelde ik het niet in de tentoonstelling die van je gezien hebt. Nee, want die is een beetje cynisch. Hè? Dus die kleurige beelden, die zijn weer gebaseerd op best wel ernstige situatie. Een jonge zwarte Amerikaan die is neergeschoten door de politie. Of dat nou politiegeweld is. De andere was een foto van Nepal waar een aardbeving was. Ja. De andere was die roze en groen is gebaseerd op de kleuren van het podium van Angel of Death Metal toen die daar werden toen dat publiek werd neergeschoten in Parijs. Inspireer je echt op nieuwsfeiten bijna. Nieuwsfeiten van nu, maar we mogen ze niet meer. Het lijkt wel. Ik heb het idee we mogen ze niet meer beoordelen zoals ze zijn. Je moet altijd. Dat zie je ook bij de laatste aanslag in Berlijn. Je krijgt altijd een methodiek van. Nou, je krijgt altijd een soort. Je kunt die zinnetjes al van tevoren. Het is bijna een ritueel geworden. Ja. En dan krijg je de kaarsje en dan de beertjes erbij. En dan krijg je al die politici die het allemaal hebben. Niet nou, wel hebben zien aankomen ondertussen, maar dan toch allemaal. Je hoort niet meer dat het een verwaarde man is. Zover zijn ze nu na. Nu is een beetje veel herhaald natuurlijk. Ja, dus de eenzame shooter. Ja, die lone wolf, dat verhaal kunnen ze. Dat werkt niet meer. Dat hebben ze lang geprobeerd, maar dat werkt niet. Dus ik zie in de maatschappij dat steeds proberen het nieuws op een bepaalde manier te brengen, waarop mensen dat dan weer hopelijk een tijdje mee koest zijn. Kortom, de media, of eigenlijk alles is in plaats van dat wat ik eerst had met porn, het is allemaal heel direct, ja, wacht eens even. Het is allemaal heel verhuld. Het is heel verhuld. Het is heel onscherp en ondiffuus. Het is heel onduidelijk. Je weet, ze zeggen wel van Assad is een foute gast en Hussein was fout en die is goed en die is. Maar iedereen zit er altijd naast, dus het is veel diffuser. Weet je, Trump is niet te vertrouwen, nou, die gaat nooit worden. Nou, die worden ook bewust worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn. Ja. Om met bepaalde effecten te bereiken. Wat zit daarachter? Ja, wat zit erachter? Ja, ja, you tell me. Ja, wil je daar over zeggen? Of zie je daar wetmatigheden in? Of? Ja, ik zie daar bijna natuur. Ja, dat is bijna natuurkundige wetmatigheden in. Ja, precies. Want, als je dan kijkt naar die nieuwsfeiten, naar de terreuraanslagen. Maar ook van de massa van mensen. Ik geef ook les aan de Frank Moor Instituut. Ik moet vaak studenten uitleggen van als zij denken dat ze een uniek persoon zijn, van een bijzondere mens. Ja. Maar nee, we zijn maar stel mieren, weet je. We zijn een collectief. We zijn een collectief, een entiteit. Hè? Het is heel leuk, het individualisme. Maar het hedonisme is een beetje voorbij. Iedereen zit maar te checken wat anderen van je vinden en wat anderen met je doen. Ik word er helemaal
krankje hoor. We hadden het net buiten even over de sociale media. Ja, maar ja, niet alleen sociale media, ook de groepsdruk van mensen. Hè. Dus die terroristen die doorflippen, daar komt ook heel vaak. Er zit ook een cultuurtje achter van enorme groepsdruk. Weet je wel, als je buiten de boot valt, hoe kan ik nog in de hemel terechtkomen of in het paradijs? Hoe bewijs ik me voor de groep? Hoe kan ik me nog bewijzen voor mijn hele groep? Ja. Nou, door mezelf op een markt op te blazen. Weet je wel, dat soort groepsdenken, dat is niet alleen des westers met social media. Dat zit in de mens besloten. Dus dat is wel grappig, denk ik dan. Want kunstenaarschap wordt gezien als een soort geniaal figuur. Een soort Einzelgänger. Ja, maar wij zijn net zo min Einzelgänger als die lone wolves die zich daar opblazen. Snap je? Ja, dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Daar hebben we natuurlijk allebei heel erg mee te maken gehad. Uh-huh. Dus het Van Gogh-syndroom bijna. Ja. Ja, en het gek is... Wat heel erg domineert in die cultuur. Ja, dat willen ze behouden. Hè. Ze willen een apart een jongen hebben die bijna allemaal in zijn eentje weet te rooien. En die een beetje gek is. En een uniek persoon. En dat unieke persoon maakt deze unieke kunstwerken. Ja. Maar ik denk dat het niet zo werkt. En dat je dus altijd maar... Je ziet eigenlijk heel duidelijk ook in de Gouden Eeuw. Maar ook in de 80 jaren al kunstenaars die een enorm arsenaal aan medewerkers moest heen schakelen. Een soort bedrijven zijn. Ja. Maar die dat vaak niet willen tonen aan de kritiek, aan de kunstkritiek bijvoorbeeld. Ik herinner me dat Art in America een special maakte over de kunstenaarsstudio's. Mm-hmm. En dat je dan ziet hoe Frank Stella of anderen werken aan hun werk. En dat ze daar 20 of 30 man in dienst hebben die het allemaal produceren. Maar daar mocht niet over geschreven worden, omdat daarmee... De mythe werd aangetast. Nou, daar ben ik af van het begin wel mee bezig geweest. De mythe van de kunstenaar vond ik eigenlijk al gewoon grappig. Maar ook aan twee kanten. Ik heb er zelf een beetje. Ik doe daar zelf aan mee, weet je wel. In die zin dat ik daar ook wel bewust van ben dat het zo werkt. Je gebruikt het. Ik gebruik het ook gewoon. Om aantrekkelijk te worden of om op te vallen. Ja, nu moet ik een beetje gaan oppassen ook van misschien. Nou, oppassen niet. Maar je moet ook gewoon. Ach, het is net als met popsterren vroeger. Dat was toch heel leuk om iets van Prince te zien. Maar de laatste foto van Prince met zijn afro-kapsel op zijn fietsje naar de apotheek. Dat had ik niet willen zien. Die heb ik nooit gezien. Nee, dan was toen hij net was overleden. Dacht met, die is mij ontgaan. Godzijdank, want de hele wereld stort in, weet je wel. Ja, dat is niet het beeld wat je... De mythe Prince sneuvelt daar in zijn laatste moment. Want iemand wil dat aan Instagram of op Facebook zetten. Van dit is de laatste foto van Prince. Ja, zonde. Weet je wat? Dat is niet de mythe van de kunstenaar. Dat geloof blijven houden in dat beeld wat je door de media is voorgehouden. En door zijn eigen acties. En door zijn eigen acties. Nou, hij was er zelf heel erg bedacht bij. En het is zonde. Nou, hij is nog niet dood. Hè. Of hij was net dood. En nou, al die... Hè. Heel YouTube staat weer vol met filmpjes. Ja. Iedereen publiceert weer illegaal de bootlegs. Ja. Ja. En alles waar hij zijn leven lang voor geknokt heeft om het tegen te houden, is nu online. Als diarree komt dat er nu uit, weet je wel. Dus... Maakt hem geen mindere kunstenaar, maar ik merkte wel dat met muziek, maar ook met kunstenaars. Ja, je moet naar het werk kijken. En het werk en de kunstenaar zit erachter. En die kunstenaar bepaalt wat er gebeurt. Ja. En als die kunstenaar wegvalt, dan gaan de mensen ermee aan de haal. Of niet. Hè? Dus als het werk, dat zag je bij Andy Warhol, als het werk heel. Ik heb begrepen. Ik weet niet of het waar is, maar dat Andy Warhol was zo'n mediafiguur dat op het moment dat hij dood ging, dachten mensen nog in de jaren 80 toen hij overleed, van nou, nu is hij er niet meer. Kan hij niet meer in die videoclips opduiken. Hij kan niet meer... Publiceren over de sterren. Dus hij zal wel minder... Dat werk is eerst minder waard. Ja. Dus dat werd eerst minder... Je kon voor 3000 gulden een zeefdruk Dat was inderdaad zo geweest. Volgens mij dat is ook bij Karel Appel bijvoorbeeld zo geweest. Ja. En dat is merkwaardig. En terwijl andere kunstenaars dat helemaal niet hadden. Nee. Martin Kiepenberger. Of, ja. Weet je, daar zijn die prijzen juist enorm skyrocketing omhoog gegaan. Maar die werd in zijn tijd als Kiepenberger, waar hij alles gedaan heeft... Ja, Kiepenberger was natuurlijk ook controversieel. En er zat geen einde aan zijn oeuvre. Nee. En natuurlijk, Warhol en Appel waren veel meer geaccepteerd door het establishment. Ja. En denk ik. Ja, ja. En dus. En dus ook, maar is het ook van invloed natuurlijk voor verzamelaars of veilingen? Dus vraag en aanbod. Als iemand dood is, komt er niks meer bij. Dat is heel belangrijk. Met name het laatste, dat het afgesloten
afgesloten is in zijn productie. Ja. Zodat de prijs niet meer ontwaard kan worden. Dat het niet minder kan worden. Dus door meer productie. Maar het probleem is natuurlijk als ze niet kunnen voorspellen wat gemaakt wordt. Precies. En maar Kippenberg was in zijn tijd van leven toch niet zo bij de establishment. Het was toch meer een kunstenaar als kunstenaar? Nee, ik herinner me dat hij op Tenerife was bij mijn galerie Leijendekker. En dat hij daar met kartonnen dozen van de supermarkt de meest waanzinnige sculpturen had gemaakt. En mijn galerie zou hem niet eens hebben. Nee. Weet je wel? En hij is gewoon met die dingen, die kon hij niet eens meer meenemen. Ik weet niet waar ze gebleven zijn uiteindelijk. Maar uiteindelijk is het dus zo, dat hij zeg maar postuum, is het zo geweest dat mijn galerist jaren zijn galerie gedraaid heeft op een mapje posters wat hij gekocht had van Kippenberg. Zoveel waren die waard geworden later. Terwijl hij de originele tentoonstelling niet wou hebben met de originele sculpturen. Begrijp je? Ja, ik begrijp het heel goed. Maar wat ik trouwens ook bang voor ben... Ja. Zo gaat het straks met mij. Zo gaat het met jou ook. Zo gaat het met mij ook. Nou, jij, ik doe al goede dingen. Jij bent Biennale van Venetië. Ja. Ik bedoel, een van de meest belangrijke Nederlandse kunstenaars. Hè? Ik wil niet slijmen, maar dat is gewoon zo. Nou, eer dat er mensen daarachter gaan komen, dan lig je al 10 jaar onder de grond. Dat denk ik. Ja, ja, ja. En dat denk het ik. Het is natuurlijk ook het gemak waarmee werken zo op de markt kunnen functioneren. Ja. Maar dat is ook wel wat bij jou natuurlijk speelt. Als jij een werk maakt uit een ton stenen, of zo, die in een bepaalde vorm worden gelegd, en daar zet je iets op. Ja. Dat koopt iemand. Ja. Hoe werkt dat daarna? Ja, nou, ik denk misschien even toch met vraag en aanbod te maken. Als je nou niet overal... Kijk, als kunstenaar wil je allemaal dingen maken, maar dat betekent niet dat je het allemaal maar moet weggeven. Dus misschien word ik daar ook wel wat moeilijker in, hoor, nu. Hoe bepaal jij prijzen eigenlijk? Want het is altijd een heel apart onderdeel. Ja, dat snap ik ook. Het is een beetje natte vingerwerk en ook vraag en aanbod. Maar ik ben altijd heel redelijk geweest met de prijzen. Het is nooit doorgedraaid in de zin van... er was nooit te veel en het was nooit te duur. Dat is goed. Dus je zit nu ook zonder problemen, want dat op je eigen markt niet. Ja, dat is gewoon dat niveau, dat is het al jaren. Er zit geen... Je zit ook nu op een soort vaste prijs, die dingen. Ja, en dan hou ik even zo. Want dat is het probleem dat de markt meestal krijgt. Dat als er geen winst meer te maken is over je spullen. Ja. Natuurlijk, als je prijs al een jaar of 10, 15, 20 hetzelfde is. Ja, dat is nu... Dan zit er weinig winstverwachting ook op. En dan investeren de verzamelaars vaak liever in jongere kunstenaars, waar die prijs-winstverwachting nog aanwezig is. Nee, dus daarom loopt die verzamelaars een beetje achter nu. Die denken van, nou, het is nu hetzelfde. Heeft het nog zin? En gaat het nog wat opleveren? Ja, dat is een soort moment wat je krijgt. Ja, dat heb ik natuurlijk als kunstenaar, als mensen helemaal niks weten, maar ik zou mij een worst wezen. Natuurlijk. Alleen als kunstenaar denk ik wel van, oké, ik hoef ook niet die markt te overspoelen met werk. Dat heeft ook geen zin. En ik ga dus even, omdat schaarste zo'n bepalend facet is. Blijkbaar. Ja. En aan de andere kant, wat we net over hadden. Dan inderdaad eens een keer misschien weer een project doen. Gesubsidieerd en wel door het Mondriaan Fonds. Ben je niet dwars van. Hè? Nee, daar ben ik daar niet dwars van. Want dat dan denk ik echt van... Nee, want dan denk ik inderdaad van... bijvoorbeeld met dat poedercoaten. Ik wil dat nieuw ontwikkelen. Het is niet alleen... Ik heb geld geleend. Je moet experimenteren om te kunnen waarmaken wat je... Het is een helder verhaal. Ik kan die offertes erbij... Ik wil dat even... Stel dat het allemaal misgaat, dan heb ik daar straks 10.000 euro in gestopt. En stel je verkoopt al die werken. Ja. Je verkoopt ze allemaal. Die opbrengst blijft voor jou. Je betaalt niets terug dan, of wel? Met die galerie dan, hè. De galerie waar het verkocht wordt. Maar stel bijvoorbeeld, als die werken mede gefinancierd worden door zo'n fonds, krijg je dan een soort, dan moet er afgerekend worden aan de hand. Nee, ja, wel eens een project. Is dat een projectsubsidie? Project. Die blijft gewoon in het project. Dat bijdrage aan jouw productiekosten. Ja, dat geef ik van tevoren. Ja, dit gaat ook allemaal op, hè. Ik bedoel, daardoor kun je de productie draaien die precies, wil draaien. Precies. Maar ik heb het toen aangevraagd voor dat experiment. Want omdat het een kostbaar procedé is met dat poedercoat. En het is goed bevallen. Dus nu ben ik zelf weer. Nu moet ik het zelf gaan financieren. En dat vind ik niet erg. En dat lukt ook allemaal wel. Mij gaat het echt van. Oké, ik hoop maar wel dat ik met iets bezig ben. Wat weer langere tijd gaat duren voor mijn gevoel. En waar ik iets erop kan drijven. Waar ik op kan drijven. Waar ik iets. Niet of het slaat enorm aan in de zin van ik heb weer exposities. Nou ja, je hebt, dat moet ik ook zeggen, er zijn ook voorwerpen die verhandelbaar zijn. Ja. Nu wel. Je hebt eigenlijk gewoon nu een soort schilderijen voor de eerste keer weer. En ik ben sinds ook, lange tijd. Ja, en ik ben ook een beetje klaar. Dus ik had cementschilderijen die weer refereerden naar. Kort hiervoor had ik een serie cementschilderijen die refereerden naar Rothko. Rothko vond ik weer interessant omdat het. Die heeft wel kleur gebruikt, maar het ging er niet om de kleur. En uiteindelijk. Is hij ook vrij depri geworden. Dan heeft hij van die zwarte... Rothko, die laatste werk. En dan ben ik helemaal ingedoken. En ik dacht van, fuck, dat is toch...
Ik had daar een referentie, nou het waren bijna kopieën van Rotko's, maar dan wel met een graffiti achtergrond. Dus die doeken waren echt cement. Ja. En die doeken waren cement met zilver en zwart graffiti kleuren. Refereerde naar Rotko, refereerde naar Street Art. Qua compositie of qua kleuren? Ja, alleen maar qua compositie. Want alleen compositie. Ja, want de kleuren waren er niet. Gewoon aan in een... Ja, die kleuren waren er niet. Het was zwart-wit en zilver en zwart. Daar heb ik een serietje mee gemaakt. Ik denk, ik ben wel iets op het spoor, maar... Ik wil eindelijk met mijn 45 eigen werk gaan maken. Die referenties naar eigen werk. Die referenties. Daarvoor bestond er geen eigen werk. Daarvoor had ik die, wat ik al zei, die drie punten. Iets persoonlijks, ja. Iets uit de tijdsgeest wat nu heerst. En iets uit de kunstgeschiedenis. Dat was altijd mijn trucje om tot een werk te komen. En dan, ja. En dan mag het best in your face en dan mag het best hard aankomen. En nu dacht ik van nee, ik draai het allemaal 180 graden om. Ik probeer een zekere distantie. Het werk blijft altijd persoonlijk. Het werk blijft altijd... Dat is het sowieso. Het blijft altijd van de tijdsgeest. Het is mijn ding. Dus hoef je niet bang voor te zijn. Het is onontkoombaar van jezelf. Het blijft ook altijd van de tijdsgeest. Daar hoef ik ook geen moeite voor te doen. Het zijn eigenlijk dingen die vanzelfsprekend al daar zijn. Door het moment dat je het maakt. En het blijkt ook nog altijd wel te refereren naar iets wat al in de kunstgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Dus je hoeft dat niet als ABC'tje in te leggen. Je kan eigenlijk veel vrijer werken daardoor. Precies. En dat doe ik nu. Dus ik moet zeggen dat voor het eerst. En het grappige is, nu komt het ook wel... Ik krijg wel weer, dat vind ik leuk, jonge curatoren die naar me toe komen. Die reageren op het werk. Die reageren op het werk. En het wordt ook misschien wel door social media, maar ook wel... Het wordt erkend en herkend. Dus ik heb weer expliciet ook bij oudere generaties. Dus. Nou, je hebt dat zeg maar, dat... ik wou grunge zeggen, maar de andere naam. Ik zoek naar de naam punk. Van... Nee, na de... Maar het zwart-witte had iets... Ja, postpunk-achtig. Ja, het is postpunk-achtig, maar er is een speciaal woord voor. Gothic-achtig. Ja, gothic, dat woord zocht ik. Gothic. Nou, ik ben ook weer... Dat is wel hoe je vaak ingedeeld bent. Daar heb je ook grapjes over zitten maken. Ja, maar die grappen, daar komt ook weer ergens vandaan. Want gothic, hè, dat heet die Café Weltschmerz. Ja, maar Weltschmerz is dat melancholische gevoel. Dat hele Berlijnse eigenlijk. Ja, dat Berlijnse, daarom vond ik het daar ook zo prettig. Dat refereerde nog een beetje aan dat gevoel van hoe het misschien in Amsterdam in de jaren 80 was. Of het er allemaal een beetje uitzichtloos. Toen ik daarheen kwam, viel er wel mee. Het was juist een beetje pumping. Maar het idee waar ik in opgegroeid ben als kind, hè, Cold War Kids, dat je dus tussen, als je 12, 13 bent en 83 ging het toch allemaal voordat de bom valt en U2 met die witte vlag, het was toch allemaal kommer en kwel. Ja. En dat melancholische vond ik eigenlijk als kind en puber eigenlijk ook mooi, weet je wel, met van die, hoe heet die zeiken muziek, weet je wel, van dit Cure en zo. Dus je maakt ook zelf muziek. Wij maakten die muziek. Ja. En ik kom net van een vriend vandaan. We gaan dat weer doen. We gaan gewoon in de wereld 2. Ja, dat ben je toch de hele tijd al. Ja, als spasmodiek-achtige tyfusherrie. Mark Rietsema. Ja, ja, goede gast. Ja, hele goede gast. En een goede band. En waar is wij dan? Daar ging je naartoe. Spasmodiek is echt de ons. Ze hebben net een heel verzamel. Ja, dat zag ik. Ja, een enorme cassette waar alles in zit. Alles in zit. Ja, we hebben wat leuk, wat leuk. Ja, dus toen wij hem zagen, denk ik, we gaan. Want je hebt een eigen band ook. Ja, Gutter Dämmerung. Dus dat is wel heel mooi ook. Dus, Wagneriaans. 10 jaar niet, ja, heel fout, weet je wel. Ja. Echt, we mochten een keer niet in Leiden spelen, omdat ze dachten dat we een nazi-band waren. Ja, zo klinkt het ook. En we kwamen nog een keer ergens niet spelen, omdat ik een hamburger van de McDonald's had meegenomen. Dat kon ook niet, want het was... Eigenlijk heb je dus een beetje je ontworsteld. En ik heb allemaal gekraakt ook, hè. Jij bent kraker geweest. Ja, dus al die invloeden, dat kunstenaarschap, dat was altijd op de achtergrond, was muziek. Je hebt ook feitelijk gekraakt, ja, in huizen gekraakt, ja, daar gewoond. Ja, in Den Bosch, ja, dus die kunstacademie hing er maar een beetje bij. Ik heb met hak over de sloot gered. Je hebt heel veel meer activiteit ontwikkeld. Ja, ik was met die krakers bezig, en die muziek ook. En ik was er allemaal veel meer mee bezig. Den Bosch had ook een lange geschiedenis natuurlijk, met V2. Ja, V2 zat ik op een gegeven moment. Bart Domburg komt er vandaan. Ja, we zaten daarnaast op een gegeven moment. We hadden alles gekraakt wat los en vast zat. En toen uiteindelijk kwam een klein huisje in de Muntelstraat naast V2. Ja. En Alex Adriaanse deed daar allerlei dingen. De eerste in Rotterdam doorgegaan. Ja, dus waar is daar ook naar heen gegaan. Dus ik liep er wel een beetje achter de feiten aan. Ja, want hun waren net een generatie daarvoor. Maar ik was daar enorm nog geïnspireerd. En dat komt ergens vandaan. En daar ben ik dus mee bezig geweest. En uiteindelijk duurt het. En om me heen viel dat best wel mee. Hè? Dus dat is altijd van je eigen generatie wat we mee. Dus je kijkt toch net een generatie daarvoor terug. En hoe ouder je wordt,
Nu verschillen we qua helemaal niet meer zo heel veel. Maar toen... nou, het begin wel natuurlijk. Toen was ik natuurlijk een gearriveerde jongen. Jij zat op een ander punt in je leven en carrière. Toen we elkaar net tegenkwamen. Ja. Ja. Daarna elkaar in Berlijn getroffen. Ja. Hey, maar zou je kunnen concluderen dat je eigenlijk die weltschmerzfase een beetje achter je hebt gelaten? Ja, ik ben er wel klaar mee. Ja, dat begrijp ik niet. Maar we zijn er klaar mee, maar we gaan bijvoorbeeld die muziek weer maken. Want wij blijven dat doen. En ik blijf die muziek, de kunst, krijg nog steeds, hij heeft nog steeds die verontrustende ondertoon, weet je wel. Ook onderste pastelkleuren. Ja, ondanks de... Ja. Ja, ja, dat vond ik ook. Ik heb een installatie in Groningen van je gezien met die vuilniszakken. Ja. En die had beslist een verontrustende ondertoon. En daar heb ik ook over nagedacht. Ja. Al die moderne meesters waar ik het over had. Er kwam constant Nieuwenhuis, Mondriaan. Heel veel kunst uit die tijd ging over utopieën. Hmm. Van hoe zou het in de toekomst beter kunnen? Hoe, een spelende mens van huizing gaan met constant Nieuwenhuis. Ja, en die minimalisten hadden zoiets van... weet je wat, we hebben geen kerk meer nodig, maar we hebben nog wel spiritualiteit. Dus heel veel kregen in de nieuwe kerk in Amsterdam hadden ze toen spiritualiteit in de kunst. Hè. Dat was ook met mijn Lewitsch en Barnett Newman. Van hoe kunnen we spiritualiteit zonder die religie... Nou, dat zijn allemaal utopische gedachten. Dus er is niks van terechtgekomen. Heel zwagemans eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat is ook eigenlijk... In die zin weinig van terechtgekomen. We zitten nu allemaal in een soort het gaat de hele dag over religie op de tv. Maar wel op een hele afwijzende manier. Ja, hele kut manier. Christendom zit echt in het verdomme. Ja, dat zit in. Dan krijg je de oppomp van die andere religie. Nou, het komt allemaal de neus uit, bij wijze van spreken. Alleen, wat lullig is, wat ik zeggen wou... Oh ja, dus mijn werk denkt van... Ja, ik ga het niet daarover hebben. Dus ik ga het niet over utopie hebben. Ik heb het over dystopieën. Even een woord, zo'n moeilijk woord. Dystopie. Dystopie is het tegenovergestelde van utopie. Ja, dus nee, we gaan eigenlijk met een rotgang de verkeerde kant op. Hè? Dus politiek gezien en ik zou met die media dingen... Ja, het gaat eigenlijk helemaal verkeerd. Hmm. Maar ja, om nu nog te zeggen met mijn zwarte werken van... Pas op mensen, ja, ik zeg het niet meer. Ik geloof het wel. Dat heb je achter je gelaten. Ja, we gaan dansen op de vulkaan. Dat is maar nu echt voor je eigen geluk en voor de dingen. Kijk, je bent eigenlijk tot ontdekking gekomen dat je dus... Je hoeft niet kunstmatig je aan dingen te verbinden meer. Je bent sowieso, wat je maakt, is onverbrekelijk van jou. Ja. Dat is eigenlijk wat je... Ja, en nou ja, ik vraag het altijd aan jou. Van, het is een keuze, hè? Dus je maakt steeds keuzes. Persoonlijke keuzes, levenskeuzes, artistieke keuzes. En op een gegeven moment, nu denk ik ook echt... als ik ouderen... kunstenaar van die vorige generatie ziet van die en na mij komt weer komen aan de jonge studenten aan het lesgeven en denk ik ook van het lijkt al af en toe opa vertelt terwijl ik nog heel jong ben, maar zo het gaat om die keuzes en wij zijn de enigste die daar op persoonlijk level voor jezelf ben je de enigste die daar nou dat weet je zelf ook dat je daar wil nemen Dat hebben we alleen maar, daarmee hebben we alleen maar onszelf. En kortom, ja, ik zou heel graag de mensen om me heen de schuld willen geven van de wereld niet. En die. Maar ja, ik denk, ja, weet je wat, oké, die tijd is voorbij, heb ik heel lang gedaan. En nu, nee, weet je, ik ga gewoon een ding doen. Eigenlijk hetzelfde als in het begin. Ja, want daar kwam het wel vandaan ook. In het begin doe je gewoon je ding en dan loopt iedereen het achter jou. Heel natuurlijk. Heel natuurlijk, vindt iedereen je fantastisch. Ja. Dan ga je een beetje meedoen met wat mensen van je verwachten. Dat systeem van je vraagt. Ja, en dan gaat het mis. Dan gaat het mis, want dan verlies je die natuurlijke relatie met je eigen opstelling. Ja, eigenlijk. En nu ga ik weer terug van, oh, hoe was dat in het begin? Oh ja, muziek maken, je eigen ding doen. En oké, dat gaan we weer doen. Een beetje... Je blijft in Berlijn, maar onder een heel ander gesternte dan daarvoor. Ja, je leeft maar één keer, maar je hebt al 9 levens. Hè. Je leeft maar één keer, maar je kunt wel, dat bedoel ik met die keuze, je kunt wel af en toe de parametertjes fijn-tunen, eventjes een andere kant op. Want je ziet ook wel als een soort navigatie, je navigeert niet op van nou ik ga daarheen, je navigeert een beetje op de sterren. Dus je moet een beetje kijken van een beetje die kant op, een beetje die kant op. Maar het is niet zo'n navigatiesysteem zoals tegenwoordig, want dat is... Van dat is dus het adres niet zo in en ze rijden direct natuurlijk de kortste weg. Ja, mijn kinderen vragen altijd, waarom update je hem niet? Weet je wel? Heb jij ook zo'n oude tom-tom? Ik heb zo'n oude tom-tom. Ik weet niet hoe dat werkt, dat updaten.
Maar dat ding kent niet alles, weet je wel. Nee, ik vind het wel spannend. Even de weg kwijt. Onderweg. Ja, dan moet je weer op de borden kijken, weet je wel. Ik zeg, zo'n ding bestond vroeger niet. Kinderen zijn dat helemaal kwijt. Ja, ik zeg, kunnen niet deze kaart meer lezen. Nee. Die zijn dat niet gewend. Ik vind het wel leuk. Van, weet ongeveer waar het is. Nou, dan rij je 3 keer verkeerd. Nou, ik vind het wel leuk. Ik word er een beetje ouderwets van. Maar ik heb wel die hulpmiddelen nodig. Ik heb ook alles. Ik ben helemaal geüpdate. Maar, of nee, ik heb alle spullen, maar ik ben niet geüpdate. Als mijn laptop kapot. Ik heb datzelfde. Bij mij ook. Bij mij, je krijgt hem niet geüpdate op de een of andere manier. Nee. Dat kost ook weer geld en dat wil ik niet uitgeven. Nee. Weet je, dat soort dingen allemaal. En ze gaan me niet meer vangen. Net wat je zegt. Van, je wordt allemaal... Ik denk je wordt compleet gevangen. Elke move. Nou, ik vond het net wel mooi wat jij daarnet zei ook over internetgebruik. Dat je eigenlijk gevangen bent in je eigen voorkeuren. Dus met andere woorden, jij iets zoekt. Je wil iets. Bij wijze van spreken, je bent geïnteresseerd in... Jij gaf het voorbeeld vibratoren. Maar je had ook het woord kanker kunnen zien. Of iets anders kunnen invullen. Dat je dus terugkrijgt van het internet waar je zelf naar zocht. Ja. Waardoor je dus helemaal in je eigen niche vastraakt. Ja, ik zoek regelmatig op vibratoren. Nee, ik zoek regelmatig... Ik had nu laatst een scooter. Ja, dat je zelf kunst had intypte altijd. Kunst, hè? Zodat je de hele tijd met kunst werd... Het is meer natuurlijk met die cookies. Als je een scootertje zoekt, krijg je de hele tijd reclame van scooters. Dat is niet zo erg. Alleen wat erger is, en dat hoor je nu pas... Dat hoor je nu pas sinds Trump... Nu gaat het allemaal over fake news en dat soort dingen. Mm. Maar dat... Voorheen hoorde je dat nog niet. Hè? Als Trump verloren had je dat begrip nooit gehoord. Nou, het is eigenlijk pas met Pizzagate en de onthullingen van WikiLeaks is dat ontstaan. En dan krijg je een soort... Hè, dus het gaat niet alleen maar over advertenties. Het gaat ook echt om mensen die die op hun website zitten te kijken... of op hun Facebook-account. Dat zij berichten binnenkrijgen over bomaanslagen in Palestijn of Israëli's. Ja. Dus gewoon als je daarin geïnteresseerd bent... krijg je de hele dag door dat soort nieuwsfeeds. Nou, je gaat jezelf voeden met terreur in de... Nieuwe Global Village die we hebben. Global Village, maar dan op persoon, voor elk persoon. Binnen zijn separaat. Binnen zijn eigen koker. Ja, dat is geen mooi beeld. Iedereen krijgt zijn eigen kokertje. Dus er zijn eigenlijk heel wat tomtoms nodig die niet geüpdate worden. Ja. Waardoor je dus op de een of andere manier kan om die beperking heen kan. Ja. En ook weer toevallig iets tegenkomt. Toevallig ergens terechtkomt waar je niet terecht kwam. Een onderwerp. Vindt wat je niet gezocht hebt, dat. Dat is het kunstenaarschap en dat zou ook in het leven moeten zitten. Het is heel onnatuurlijk als dat uit het leven gehaald wordt... Dat mensen straks niks meer ontdekken. Want ze gaan eerst even kijken of het wel aanslaat... en of het wel oké is, of het wel cool is online. Wat de beoordelingen zijn. Etcetera. Ze durven niks meer zelf van, zou je dat wel doen? Of zou je wel bij die galerie... Ja, er wordt steeds meer... Er wordt heel opportunistisch van. Ja. Zou je wel bij die galerie... Zou je wel doen bij die galerie? En lui. Ticket even in. Oh nee, geen coole galerie doen. Ja, precies. Dus, dan leer je nooit wat. Dus met andere woorden, ja. Hey, dankjewel Mark voor dit gesprek. Ik vond het heel aangenaam weer met je te updaten. Ik hoop dat we het gesprek op deze manier voortzetten. Ja, dat gaan we zeker doen. Dag Mark. Hey, tot ziens.